Welkom bij Iedereen kan haken. Vandaag gaan we noppen haken. Je kan dan op elk patroontje eigenlijk nopjes haken. Ik ben begonnen hier met een lapje met vaste. En hier zitten die nopjes op. Je weet wel waar je die leuke hartjes van kan maken. Maar ja, hoe moeten die nopjes nu eigenlijk? Ik ben gewoon van begonnen. En ik laat het eventjes zien. Even inzoomen, zodat je het ook duidelijk kan zien. En de achterkant is eigenlijk gewoon één grote vaste. Als je zelf een paar keer opoefent, dan heb je het zo door. Je kan ook een patroontje eigenlijk tekenen zelf. Dan moet je wel altijd zorgen dat je een oneven aantal hebt. En als je dan in het midden een nop begint te maken, dan heb je bijvoorbeeld, stel je zet 27 steken op, in totaal 27. Je haakt 13 vaste en dan in de 14e een nop. In de 14e vaste steek. En dan heb je weer 13 vaste. En zo kan je eigenlijk die noppen steeds verder neerzetten. Maar nu dan begin ik even met hoe maak je nu die nop. Ik ben nog even met de vaste bezig. Ik kijk altijd waar die nop eigenlijk is geëindigd en dan waar je hem wil hebben zet je één vaste ertussen en in deze begint weer de nieuwe nop. Je kan ook alles uittellen hoor, dat kan ook, maar dan moet je het telpatroon even aanhouden. Je slaat een draad om de naald, je steekt hem in je vaste, dan haal je hem door. En dan pak je hem zoals een soort half stokje. Je trekt hem niet helemaal door. Dan heb je zeg maar twee draadjes doorgetrokken. Dan weer omhalen, insteken, erdoor halen, omhalen en twee pak je lusjes van je naald. Dan heb je er drie. Omhalen, weer in hetzelfde gaatje, doorhalen, omhalen. En twee trek je door. Dan heb je er vier. Omhalen. Insteken. Doorhalen. En weer draad om de naald. En weer twee. Je hebt er nu vijf. Omhalen. Insteken. Doorhalen. En weer omhalen. En je pakt weer twee lusjes. Nu heb je er zes. Als je zes lusjes hebt, pak je omhalen. En je haalt ze allemaal erdoor. Dan heb je al een nop in één vaste gemaakt. Dan ga je verder met vaste. En deze nop, ja, die moet je een beetje naar voren duwen. En dan heb je alweer een mooie nop gemaakt. De volgende nop, die komt eigenlijk na deze nop. Dus die sla ik één stokje over en dan zet ik hem in deze opening. Ik zit even te dubbel. Hij moet iets eerder. Ja, één stokje overslaan en in deze opening, sorry, omslaan. Insteken, doorhalen. Overslaan en twee.
omhalen, insteken, omhalen en door. En dan pak je weer twee lusjes. Omhalen, insteken, doorhalen en je pakt weer twee lusjes. Dan heb je er vier. Omhalen, insteken, doorhalen, omhalen en twee. Dan heb je er vijf. Omhalen, insteken, doorhalen, omhalen en weer twee. Nou heb je zes lussen, omhalen en door de zes lussen halen. En je hebt weer een mooie knop en je gaat weer verder met vaste. Beetje weer naar voren duwen. En je gaat weer verder met de vaste. Als je klaar bent met de toer, dan moet je altijd bij vaste één losse om omhoog te werken. En dan keer je het werk. En aan de achterkant van die noppen, die kun je gewoon allemaal naaien. Vaste haken. Vaste. Nog een vaste. En bij die nop pak je eventjes die dubbele steek, zodat dat als vaste is, of tenminste als steek telt. En dan ga je hier weer verder met je vaste dubbel pakken. Ik heb de Julia wol van Zeeman met naald nummer 8, om eventjes jullie voor te doen hoe de noppen werken.